Rob Toussaint, commercieel directeur van Heracles. Na 13 jaar neem je afscheid van een sponsor die ontzettend veel voor Heracles heeft betekend. Absoluut. En daar kijken wij ook met heel veel plezier op terug. En ik denk dat wij een fantastische tijd met elkaar gehad hebben, waarin we heel veel geïntroduceerd hebben in het betaalde voetbal. Denk eraan dat wij de eerste partij waren die op kunstgras speelde. Langzaam maar zeker heeft dat het Nederlandse voetbal en ook betaald voetbal wel veroverd. En we sluiten die periode vandaag af en kijken vol goede moed weer naar de nieuwe hoofdsponsor die wij vandaag geïntroduceerd hebben, Assito. Het is nu vrijdag 1 juli. Het is een enorm vroeg tijdstip dat die vlag van de nieuwe sponsor gehezen wordt. Hoe blij ben je daarmee? Ja, heel blij. Het is fantastisch dat er een prachtig bedrijf als Assito, wat uit Almelo komt. Belangrijk is voor de regio, landelijke speler. Waar veel gevoel bij zit, ook de oprichter van Assito was een vervent Herakliet. Zou vandaag over 97 jaar geworden zijn, meneer Van Riemsdijk. Maar dat fantastisch wat dat betreft. Dus de verbondenheid tussen de familie, het bedrijf Assito en Heracles Almelo bestaat al vele jaren en zal vele jaren ook doorgaan. Dat bewijst maar weer wat voor een mooie familie Heracles Almelo is. En dat ook de aftredende hoofdsponsor en de nieuwe hoofdsponsor ook met elkaar goed door een deur kunnen. Hoe lang is het contract dat met Assito gesloten is? Voor de komende 5 seizoenen, dus 5 jaar. Nou, het is fantastisch in deze tijd natuurlijk dat een bedrijf zoveel continuïteit wil geven aan een betaald voetbalclub. En daar zijn we hartstikke blij mee. Hoe fijn is het voor een commercieel directeur dat de ploeg op dit moment, en dan kijk je even naar het afgelopen seizoen, zo fantastisch heeft gepresteerd? Ja, ik denk dat dat niet alleen voor de commercieel directeur geldt. Ik denk dat dat voor iedereen binnen de club geldt. Ja, het is geweldig om mee te maken. Als wij kijken naar het seizoen ervoor, werden we afgeschilderd als het kleine ploegje met 0 uit 7 onderaan wat uit de Eredivisie zou gaan. Het mooie meisje van de klas, laat maar zeggen, waarin wij in één keer het Europees voetbal binnen hebben gehaald. Dat is fantastisch. Jullie zijn al een heel groot aantal jaren verbonden aan deze club. Ja, en eigenlijk al heel lang. En als je naar de oude tribunes gaat op de Warnerbroekseweg, dan zul je ook zien dat we daar al een eerste skybox hadden. En als je daar echt goed gaat rondkijken, skybox 11, dan zie je nog het keurige koperen plaatje waarop Assito en Van Riemsdijk al als eerste sponsor en als eerste skyboxhouder van Heracles zichtbaar zijn. Ja. Ja, het gaat natuurlijk om Heracles. Dus Heracles is in deze belangrijk, of belangrijker dan Assito in deze verbinding. Want het gaat natuurlijk gewoon om voetballen, het gaat om een prestatie leveren. En tegelijkertijd ben je dan in de samenwerking even belangrijk. Zij leveren de faciliteiten aan ons om hier te mogen zijn en iets leuks met elkaar te doen. Nou ja, en wij leveren dan de leuke dingen. Natuurlijk ook een plek om heel veel klanten en medewerkers te ontmoeten, te verwennen, gastheer te zijn. Dat noem ik dan ook maar leuke dingen. De verbinding met voetbal en mij is net zo groot als tussen Heracles en Assito. Dan bent u de afgelopen seizoen wel aan uw trekken gekomen. Ja. En ik kan me ook nog herinneren de start van het seizoen daarvoor. Toen zat ik hier ook trouw. In alle vertrouwen dat het goed zou komen. Dit is natuurlijk een geweldig seizoen geweest. Zeker. In ieder geval hebben we nu een handtekening gezet voor 5 jaar. Dus formeel zijn wij in ieder geval 5 jaar met elkaar verbonden. Die verbinding is al zo oud en al zo hecht. Wij